Ja, afrondend, de heer Van Baarle. Ja, voorzitter, dan rest nog mijn eerste vraag die ik net stelde. Namelijk wat de staatssecretaris nou in de weg staat om dit nu gewoon toe te zeggen. En we zien in het regeerakkoord dat er zo ontzettend veel dingen toegezegd worden. Overal is geld voor. Miljarden. Dus met miljarden en miljarden wordt er gestrooid en worden de dingen toegezegd. Waarom kan de staatssecretaris nu niet gewoon toezeggen dat die enorme brandstofprijzen, dat die dadelijk bij het belastingplan en met het koopkrachtherstelplan, dat die gecompenseerd worden? Geef ook aan de gewone man en vrouw wat u met uw regeerakkoord aan uw mensen geeft. Dank u wel. De staatssecretaris. Ja, voorzitter. Ik begrijp de vraag, maar ik kan dat niet op dit moment. En ik wil dat ook niet op dit moment, want dan sta ik hier iedere week op een overigens een gerechtvaardigde vraag, voorzitter, toezeggingen te doen zonder dat ik het totale lastplaatje zie. En daarom zeg ik, laten we die discussie hernemen en die wordt hernomen op het moment dat het hele koopkrachtbeeld, en ik heb ook gewezen op de inflatie, ik heb ook gewezen op al die andere factoren, tegen het licht wordt gehouden. En dat is iets wat, waar de bal toch in eerste instantie dan bij het kabinet ligt. Dus ik ga die toezegging, voorzitter, die de heer Van Baarle vraagt, die ga ik niet doen.